Het je tegen je oude club spelen de eerste keer sinds dat je bij Rijnsburgse Boys speelt. Nou, een vreselijkere middag had je je niet voor kunnen stellen, denk ik. Ja, je omschrijft het denk ik goed. Tweede helft, ik weet niet wat er met ons aan de hand was. Ik vond de eerste helft nog gelijk opgaand, hebben wij de betere kansen. Alleen, je maakt ze niet en de tweede helft laat je helemaal wegtikken. Ja, want dat is ongelooflijk, dat immense verschil. Want ik denk dat jullie in de rust er niet bij zaten van, nou, we gaan hier zo hard af. Nee, we hadden juist wel een goed gevoel aan de eerste helft overgehouden. Alleen als je zo als team de kleedkamer uitkomt, daar moeten we ons echt voor schamen. Ja, dus je bijt het ook wel echt aan jullie zelf? Ja, nou ja, ik vond de Katwijk niet groot spelen. En je geeft binnen 10 minuten geef je 3 goals weg. Ja, dan het enige wat je dan nog kan doen is schade beperken, want anders wordt het 8-0. Ja, dus die schade met 5-0 is die dan beperkt? Nou ja, het is een behoorlijk pak slaag en dat doet pijn. Misschien voor mij extra pijn, alleen volgende week hebben we weer een wedstrijd. Nee, tuurlijk. Extra pijn, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want toch ging jij denk ik wel met speciale gevoelens naar de Krom. Ja, goed. Dat heb ik al eerder gezegd. Ik kom hier altijd graag terug, alleen niet op deze manier. Nee, je supporters waren er mooi bij. Het derbygevoel, dat was er wel, maar je hebt er niks meer aan. Tweede helft is het nooit meer een derby geweest. Ik denk de eerste helft wel, alleen... Ja, tweede helft was snel beslist. Dankjewel. Succes verder. Wij kijken nog even of we de aanvoerder van Katwijk hier hebben staan. Hi. Hallo. Ja, gefeliciteerd. Ja. Een 5-0 overwinning. Nou, prachtig middagje. Ja, vorige week ook al gezegd, maar we zijn op de goede weg. Nee, dit zijn de potjes, hier doe je het voor. En als je dan gewoon vandaag met 5-0 wint, ik denk dat je helemaal voor het publiek kijkt, dan het gaat helemaal los hier. En het is geweldig. Ja, een derby, het blijft een derby. Tuurlijk tegen Quick Boys is het mooist, maar deze? Nee, absoluut. De echte derby is Quick Boys. Maar voor de rest, als je dit ziet vandaag, hoog publiek, was nog een beetje jammer van het weer. Maar voor de rest, fantastisch. Ze hebben er wel even op moeten wachten, hè? Want, en daar hebben we Randy Wolters natuurlijk. Die heeft ook een lekker interland weekendje. Die zit normaal natuurlijk aan de andere kant van de Noordzee, maar een echte Leidenaar. Hey, maar we hebben er even op moeten wachten, want in die tweede helft gingen jullie erop en erover. Ja, ik denk wel een klein beetje hetzelfde verhaal als vorige week. Ik denk dat we eerst wel wat dominanter waren. Alleen ik vond wel, Rijnsburg kreeg een paar goede mogelijkheden, goede kansen. En dan maak je 1-0. En hoe wij weer de rust uitkomen vandaag, gewoon 2-3-0. Ja, en dat het uiteindelijk 5-0 mag worden, ja, is geweldig. Gaat het zo makkelijk? Ja, het lijkt er wel een beetje op. Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, wij geven echt volle bak. Ik loop na 70 minuten loop ik helemaal vol met kramp. Dus dat betekent dat we echt wel wat gegeven hebben. Alleen, op het moment zijn we gewoon sterk aan de bal. In balverlies, we staan goed. Dus ja, het loopt. Heb je dat spandoekje gezien? Gerrit, let je op. Dan hebben ze het over Gerrit Pauw, de technische man bij Rijnsburg. Gaat over de jongens die de afgelopen jaren weg zijn geplukt bij Katwijk. 2018, Suzanne. Ja, maar ze hebben niet zoveel geld meer in Rijnsburg. Dus dat lukt ze niet. Nee, alleen voor een hele grote zak geld zijn gaan. Nee, dat is zottigheid. Nee, zonder dolle. Dit is prachtig. De supporters van Rijnsburg moeten een groot compliment maken. Als je ziet hoe die gasten vandaag zijn blijven zingen en doen. Ook toen ze 4, 5 en 8 stonden. Groot compliment voor Rijnsburg supporters ook. Ja, natuurlijk onze supporters geweldig. En nu kunnen jullie onbezorgd kampioen worden, want die promotieregeling is ook afgeschaft. En daar zijn jullie blij mee, hè? Ja, we blijven wedstrijd voor wedstrijd kijken. Dankjewel. Yes, succes verder. Nou, alle kinderen die staan... Dick, wie gaat het dit Katwijk nog moeilijk maken? Ja, goed, als je het zo ziet zoals het nu gaat, dan gaat het natuurlijk heel erg goed voor ons. En met name vandaag ook weer na rust geven we toch wel even heel goed thuis. En dat doet ons natuurlijk allemaal weer goed. Ja, want wat gebeurt er na rust? Jullie gaan met 1-0 die kleedkamer in en dan is het erop en erover? Nou ja, goed, ik denk dat we gewoon de eerste helft was een soort van gelijk opgaand. Ik denk wel, voor mijn gevoel hè, aan de kant, als je het later terugziet is het misschien anders, dat ik wel het gevoel dat we overwicht hadden. En we hebben gezegd in de rust, dit gebeurt vaker, dat de ploegen stand houden op een bepaald moment. En we spelen thuis en als we gewoon even gas geven, en nu klinkt het natuurlijk makkelijk, gewoon nog even extra erbovenop. Ja, dan denk ik dat we gewoon winnend van het veld af gaan. Ik heb echt een fantastische tweede helft gezien als trainer zijnde. Ja, je zegt het klinkt misschien makkelijk, maar zo zag het er ook wel een beetje uit, hè? Alsof je inderdaad gewoon even gas kon geven. Ja, maar goed, zij moeten het natuurlijk wel doen, die jongens. En
op dit moment laten ze dat wel zien. Ik heb vooraf ook gezegd van het is ook een mooi moment als je een wedstrijd een keer verliest. Hoe gaan we daarop reageren? Vooral met de staf hebben we daarover. Hoe gaat de ploeg daarmee om? Nou, op dit moment is dat vandaag gelukkig nog niet gebeurd. Ja, je werkt ook ongelooflijk aan je doelsaldo natuurlijk. Je krijgt weer geen tegengoal. Je hebt toch eigenlijk helemaal niks te klagen? Wij hebben zeker niks te klagen. De manier hoe de jongens zich profileren, hoe ze de wedstrijden zeker thuis spelen voor ons eigen publiek. Ik denk dat dat voor iedereen genieten is. Ja, en je wordt ook niet zwakker van je wissels, een brede selectie. Ik blijf het gewoon vragen inderdaad, want je hoort het nu op de tribunes voorafgaand aan die wedstrijd. Wilden ze het er niet echt over hebben, supporters ook niet, die noemen dat woord titel niet. Maar het kan wel. Ja, natuurlijk alles kan, maar het is echt nog zo ver weg. We halen dat, het duurt gewoon nog zo lang. We moeten van week tot week, komen straks ook weer, elke wedstrijd is zwaar. We krijgen straks, de beker is gewoon voor ons heel erg belangrijk, KNVB-beker. En daar zullen we ook echt willen winnen natuurlijk, dat willen we altijd. Maar de beker is voor ons ook heel belangrijk. Zeker in die komende weken die daar zijn. En wie zijn voor jou dan de titelkandidaten? Ja, ik heb de uitslagen nog niet gezien. Nee, maar goed. Het is allemaal zo ver weg. Er zijn nog zulke goede ploegen. Vorig jaar na de winstop hebben we ook gezien met TSC. Die gewoon zoveel punten haalde en voor de winstop niet goed was. Ja, ik denk dat het straks heel erg dicht bij elkaar zal zitten. En voor ons zit het nu goed mee. Maar alle credits voor de spelers en mijn staf en iedereen ook. En zijn jullie nou blij ook dat die promotieregeling in elk geval voor dit seizoen is afgeschaft? Want dat is bij die zaterdagclubs vooral toch wel een issue, hè? Van als we kampioen worden, moeilijkheden met promotie? Ja, goed. Het is algemeen bekend dat amateurclubs daar toch wel wat moeite mee hebben. Nou goed, nu is de regel weer eraf. Wie weet wat er na de winstop wordt besloten. Maar op dit moment is er gelukkig weer duidelijkheid en kunnen we gewoon weer lekker vrolijk verder met de competitie. Dankjewel. Veel succes. Merci. Top. Ja, wissel maar. Ja, ik ga wel even op. Zo. We staan een beetje krapjes, maar we staan. Yes. Ja, je stapt hier met een flinke nederlaag het veld af. Maar in de rust moet jij een ander idee hebben gehad in aanloop naar die tweede helft. Ja, dat klopt. Goed gezien. Volgens mij hadden wij de beste kansen in de eerste helft. Alleen ja, het mocht niet zo zijn. We gingen 1-0 de rust in en was eigenlijk niet veel aan de hand. Alleen de tweede helft ging even anders. Is dat dan omdat zij er een tandje bij doen? Of waar wijd je dat aan zo kort na de wedstrijd? Nee, niks met een tandje erbij te maken. We wisten dat hun gevaarlijk waren, dus dode spelmomenten waar we afspraken in maken. Ja, er komen er gewoon twee afspraken in aan. Hij ligt binnen 8 minuten ligt hij 3 keer in het netje. Dus de afspraak is afspraak. En volgens mij, we wisten ook dat die afspraken echt zuiver moesten zijn. Want hun zijn echt gevaarlijk in dode spelmomenten. Nou, dat bleek ook wel. Ja, dus je wijdt het echt aan individuele fouten, het niet nakomen van afspraken, dit worden beelden terugkijken, veel praten. Hoe ga je zo'n komende week dan in? Nou ja, veel praten. Kijk, het is geen praatshow, maar we zullen dat wel door moeten nemen. Want anders kun je eindeloos blijven voetballen. Als je echt elke keer in dezelfde fout teruggaat, dat je niet je afspraken na moet komen en met je man meelopen. En je direct de tegenstander uit de wedstrijd te halen door middel van dode spelmomenten, ja, dan doe je het gewoon niet goed. Nou ja, dan kom je inderdaad, krijg je snel die 3 doelpunten om je oren. Nou ja, die laatste die tel je natuurlijk wel mee, maar die is dan in de laatste minuut, zeg maar. Maar die tweede helft kom je er ook helemaal niet aan te pas. Waar wijd je dat dan aan? Nou ja, volgens mij, als je al 7 minuten gespeeld hebt, je krijgt 3 calls, dan is de wedstrijd gespeeld. En dan is de wedstrijd gewoon in de tweede helft is dan gewoon anders. Kijk, ik had het nog moeten zien natuurlijk bij 1-0. Ik vond hun ook niet groot spelen, wel heel zakelijk, hè, moet ik zeggen. En dat wisten we van tevoren. Maar goed, we liepen achter de feiten aan. In de 53e minuut stond het al 4-0, dus ja, dan is de wedstrijd gespeeld. Heb je nou dan liever dat je nu binnen 2 minuten weer terug bent, of had je liever een langere busreis dan gehad? Hoe ga jij zo naar huis? Nou ja, ik ga natuurlijk heel teleurgesteld naar huis. Dit is natuurlijk een dreun. Hè? Maar goed, dat heeft niks met die 2 minuten te maken. Soms heb je wel eens een half uur nodig in de bus om bij te komen. Maar gewoon heel teleurstellend.
Ik las ook op jullie website, dat is nu natuurlijk niet aan de orde. We zijn ook nog maar 6 wedstrijden gespeeld. Maar de promotieregeling is in elk geval afgeschaft in de tweede divisie. Ja, zijn jullie daar als club ook tevreden mee? Nou ja, goed, daar hou ik me niet mee bezig. Volgens mij moeten wij alle zeilen bijzetten om gewoon ons niveau te halen. En om een rol van betekenis te spelen in deze competitie. Want het is gewoon, elke week zijn finales. Dat heb je vandaag ook gezien. Maar wij als staf en spelers houden ons niet bezig met promotiedegradatie. Dankjewel. Succes. Hi. Hi, Aleta. Heb je goaltjes al teruggezien? Nee, nog niet. Helemaal niks? Nee. Ach. Kan hij hier nog wat terugzien? Of kan dat zeker niet? Altijd lekker, hè, als je hem even terug kan kijken. Dat is wel bewust, hè? Dat is echt mooi, hè? Die is mooi, hè? Doe je goed, hè? Yes. Roep maar als we kunnen. Kun je een stapje naar die kant op? Nee, iets met je body draaien. Yes. Yes. Fijn hè, dat die goaltjes met verschillende camera's zijn opgenomen, want je kan even nagenieten, of niet? Ik denk dat die er lekker in zat, ja. Dan heb je het over, die tweede? Ja, die tweede, maar die eerste is net zo belangrijk, denk ik. Ja, laten we dan beginnen met die belangrijke, die eerste voor rust, de enige goal. Ja, want hoe gingen jullie de kleedkamer in de rust? Ja, lekker, maar je weet dat zij genoeg kwaliteit hebben om de tweede helft volle bak door te stomen ook. Dus je moet geconcentreerd blijven en... Ik denk dat we dat goed gedaan hebben, ja. Nou, en hoe inderdaad, want jullie waren het die doorstoomde. Wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan? Je blijft voetballen, je blijft 100% geven. En, dat is het. Ja, gaat het allemaal zo makkelijk? Kun je een beetje uitleggen wat het is bij Katwijk? Er bestaat natuurlijk zoiets als een flow, maar dit is meer dan een flow. Nee, je weet dat we genoeg kwaliteit hebben, maar het is zaak om elke wedstrijd 100% te geven. En dat is niet zo makkelijk eigenlijk. Nee, want wat kun je dat dan uitleggen? Is er kans dat je verslapt omdat je inderdaad, omdat het de afgelopen weken gewoon allemaal goed is gegaan? Of hoe moet ik dat zien? Nee, dat is het niet. Maar je moet jezelf elke wedstrijd opladen. Ja, je probeert het wel, maar je hebt ook wedstrijden die gaan er zeker komen. Dat het minder loopt. En dan wordt het moeilijk en dan komt het op kracht en wilskracht aan je. Ja, maar die derbygevoelens, bestaan die bij jou ook? Ja, als je ziet hoeveel mensen hier op afkomen, is natuurlijk fantastisch. Absoluut. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie dag voor je publiek. Ik bedoel, jij scoort nog die tweede goal, prachtig goal. Was het helemaal bewust? Hoe ging het? Ja, was zeker bewust. Ik keek nog naar rechts en ik zag niemand staan. Ik dacht, ik probeer het. Ja, en met resultaat. Ik bedoel, hoe vaak lukt je dit als je dit probeert tijdens een training bijvoorbeeld? Niet vaak, nee. Bijna nooit. Wel eens zo'n doelpunt gescoord? Niet dat ik weet. Nee. Nee. Dus die ga je lekker vaak terugkijken. Waar gaat dit eindigen met Katwijk? Nou, we kijken van wedstrijd tot wedstrijd en meer niet. Is moeilijk om van wedstrijd tot wedstrijd te kijken als je na 6 wedstrijden ongeslagen bent, iedereen om je heen je schouderklopjes geeft en de kampioenschaal ongeveer al omhoog wil houden? Nee, ik kan alleen naar mezelf kijken natuurlijk en voor mij is het echt alleen van wedstrijd naar wedstrijd. Het seizoen is nog lang. Zeker weten. Dankjewel. Geniet ervan, hè. Dankjewel.